Goedenavond, beste collega's en inwoners van onze gemeente. En alvast bedankt nog eens op voorhand, algemeen directeur Tine en onze IT-mensen voor hun ondersteuning bij de raden van vandaag. Bij deze open ik meteen de openbare zitting van de gemeenteraad van 27 februari 2023 met de boodschap dat Kathleen Helze verontschuldigd is en dat Wendy verjaard is. Proficiat, Wendy. We beginnen de agenda traditiegetrouw, collega's, met de goedkeuring van de ontwerpnotulen van de vorige raad. En ik stel voor meteen tot stemming over te gaan. Behoudens bemerkingen, uwentwege, collega's. Geen bemerkingen. Dan gaan we over tot de stemming. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Tweede agendapunt, intrekking van het aanvullend politiereglement Kermissen Herselt. Zijn hier vragen, collega's? Dan kunnen we overgaan tot stemming. Oh, Luc. Luc vraagt het woord. Oké, Luc. Dit een voorstel is om dan eigenlijk jaren of keer na keer een aangepast reglement te maken omwille van de werkzaamheden die zich voordoen. Nu, wat al een paar evenementen opvalt bij mij, dat is dat de parking tegenover het gemeentehuis altijd volledig verkeersvrij wordt gemaakt gedurende de hele periode van de kermis, zelfs als daar niks staat. En die parking is nu juist de veiligste en de meest geschikte plaats om gaan te parkeren. Nabij de kermis, veilig voor de kinderen, veilig voor iedereen. En het is zelfs op maandag, wanneer het de drukst is op het gemeentehuis, kan men overal gaan parkeren, behalve op de parking die daarvoor voorzien is. En waar men niet mag parkeren, ook al staat er voor de rest niets. Dat is al een drietal keren na elkaar geweest, met de avondmarkt, met de kermissen. Vroeger hadden we het reglement zo dat alleen die ruimte die ingenomen was voor de kermis, dat daar niet mocht geparkeerd worden. Waardoor dat dan toch minstens de helft van die parking nog benut kon worden. Jullie beslissen wat dat jullie ermee doen, maar bij deze een oproep om toch de parkeermogelijkheden voor de bezoekers aan het gemeentehuis, voor de klanten in Herseltcentrum of de bewoners, om dat maximaal toe te laten. Het heeft geen zin om parkeerverbod uit te vaardigen op een ruimte die voor parkeren voorzien is en waar dat er geen enkel reden is om dat op dat ogenblik niet meer toe te laten. Raf vraagt een wederwoord. Raf. Dan eigenlijk van de kwestie van die parkeerplaats, bedoel je op het pleintje daar zelf? Of? Recht tegenover het gemeentehuis. Het verbazen me keer op keer dat het heel college samenkomt en daar zelf parkeert soms, ook al mag er niet geparkeerd worden, en dan toch niet opmerkt dat dat verbod beter wordt weggenomen daar. Recht tegenover het gemeentehuis, tussen de kerk en de bedstee in het gemeentehuis. De grote parking. Ja. De grote parking. Ah, voilà, de grote parking. Bij een grote kermis wordt die soms ingenomen door één attractie. Denk zelden door meer. Dus met Sinkse dan is dat soms nog de helft van de parking die kan benut worden. Maar al heb je daar maar 10 of 15 parkeerplaatsen extra, zeker voor de bezoekers van het gemeentehuis, is dat een belangrijk verschil. En daar een open ruimte houden, mensen die er dan toch gaan staan omdat ze zeggen, ja, dit is waarschijnlijk een vergissing. We zetten onze auto daar toch maar dat geeft een heel onbehaaglijk gevoel en dat is waarschijnlijk ook jullie bedoeling niet. Nu, we zullen er mee rekening mee houden, geen enkel probleem. Maar dus deze is eigenlijk gewoon dus het aanvullend politiereglement dat vast stond voor de kermis eigenlijk, voor dat dus in te trekken. Omdat we elke keer veel te veel addendums moeten bij aan toevoegen. En die addendums, het wettelijke is eigenlijk dan op het randje ook. En dat, dus, dat we nu eigenlijk beter kunnen zeggen eigenlijk dat we bij elke kermis een volledig nieuw toegepast politiereglement gaan aanmaken. En dat dat volledig dan in orde is eigenlijk. Overigens, ik zal het mee pakken van de parkings. Dat begrijp ik en daar hebben we geen bezwaar tegen. Maar ik kan dit beter nu melden, nu dat u nog uw volgende reglementen moet maken, dan dat we het hier op een... Hey, dat we het achteraf en dat het nog eens verboden parkeren is, terwijl het er geen zin voor is. Oké, Luc. En bedankt, Raf. Dan kunnen we overgaan tot stemming van... Oh, sorry, Peter.
Zegt u maar. Ja, gewoon nog een kleine aanvulling op de vraag van Luc en het akkoord van RAF. Om daar zeker rekening mee te houden, is dat we wel moeten waken natuurlijk over de veiligheid van kinderen op de kermis zelf. Hè. Dus dat je niet de combinatie van voertuigen en parkeren, dat je die niet maakt. Maar het verbaast me eigenlijk dat die ruimte volledig en onterecht zou ingenomen worden. Maar we gaan dat zeker nakijken, Luc. Misschien daar dan toch even op repliceren. Dus in het verleden, dat is heel eenvoudig te doen met nader hekken te zetten. De kermis langs de komende van Aarschot, komende van Westerlo, is die ook vrij. Je kan dat perfect afzetten. Dat is in het verleden altijd gebeurd. Het is alleen deze legislatuur dat dat niet meer gebeurt. Dus ik zou zeggen, doe het zoals vroeger. Dat werkte goed. Maar de veiligheid boven alles, maar dat is in orde. Oké, collega's, dan kunnen we stemmen over deze intrekking van dit aanvullend politiereglement. Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. De drie volgende agendapunten, collega's, die worden ter harte genomen door Christophe. We beginnen met het eerste. Dank u. Uniform erkenningsreglement voor de Herselse verenigingen en het aangepast subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen. Kort samengevat hier achter mij op de slide. Christophe. Voilà. Oké, okay, dank u wel, voorzitter. Hoort iedereen mij duidelijk? Ja, oké, okay, goed. Dus we gaan de volgende drie punten samenvatten. Allee, ik ga de alle drie samen toelichten, omdat die allemaal samen hangen, eigenlijk heel kort gezegd. Dus wat ligt er hier voor? Een erkenningsreglement voor Herseltse verenigingen. Dus dat is het eerste wat daarvoor ligt. Wat ligt er hier ook nog voor? Het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen. Dus dat is het tweede dat voor ligt. En van daaruit, dat heeft een impact natuurlijk als wij een erkenningsreglement voor alle Herselse verenigingen gaan doen. Voor de sportverenigingen ook. Dus dat ligt daar ook aan bod. Dat komt daar ook aan bod. Wat ligt er daar nog voor bij het stukje van de uniformisering van de reglementen voor sportverenigingen? De projectsubsidies en de subsidies voor sport en de subsidies voor jeugd. Dus dat is eigenlijk best wel wat. Ik zal dat eerste puntje toelichten. Dat gaat over de erkenningsreglementen voor verenigingen. Want wat is nu de huidige situatie? Elke sector, elk onderdeel van de vrije tijd, van de verenigingen van sport, cultuur en jeugd, heeft hun eigen erkenningsreglement. Dat is de situatie op dit moment. Dus de mens komt toe en ja, is het geen sportvereniging, is het geen jeugdvereniging, dan komen ze eigenlijk terecht bij Op Cultuur en dan ja, wordt er daar gekeken of er een erkenning mogelijk is of niet van socioculturele vereniging. Maar er zijn er natuurlijk ook nog ja, verenigingen die een beetje uit de boot vallen. En vandaar dat wij de vraag hebben gezet om eenvormigheid te hebben, om te zeggen van kijk, we gaan dat overkoepelend bekijken en we gaan een erkenningsreglement voor een vereniging opzetten. Wat is nu eigenlijk een vereniging? Die vraag is er gesteld geweest en dat is ook toegelicht in het erkenningsreglement. Dus een vereniging is een groepering van mensen die structureel en duurzaam georganiseerd zonder beroeps- en winst- en handelsoogmerk samenwerken en een vorm van een VZW of een feitelijke vereniging heeft. Een vereniging is voor ons ook open. Dus wat verstaan wij onder open? Ja, iedereen kan er lid van worden. Een vereniging moet zijn werking ook op het grondgebied van Herselt hebben. Dat is belangrijk voor ons. Want als ze dat niet heeft en ze kan dat niet aantonen dat er een aangepaste accommodatie aanwezig is hier in Herselt, in de gemeente, ja, dan dient die link echt wel duidelijk en expliciet ook beschreven worden met Herselt. Ja, het is natuurlijk evident dat als je een erkenning als Herselse vereniging aanvraagt, dat je hier ook een actieve werking hebt. En ja, dat je dingen organiseert, hè. Dat je iets doet. Dat kan ene keer in het jaar zijn voor het Gevarenwinkelfestival,
bijvoorbeeld. Dat is een heel groot evenement waar heel veel voorbereidingsdagen bij zijn. Maar dat kan natuurlijk ook een fanfare zijn of een sportclub die daar elke week traint. Wat vinden wij ook belangrijk? Dat als we een erkenning van een vereniging geven, dat die naam niet gaat verwijzen naar een gemeente of een stad anders dan de gemeente Herselt. Dat we hier geen gemeente, geen sportverenigingen uit Herselt, uit Westerlo gaan erkennen. Of uit Heist, of weet ik veel waar. En dat dat bestuur ook 3 verschillende bestuursleden heeft of contactpersonen. Dat zij natuurlijk wettelijk in orde zijn met hun verzekeringen. En ja, dat ze dat elk jaar aanvragen voor die erkenning. Als je een paar jaren niet meer gewerkt hebt, ja, dat is een beetje onnozel. Dus dat zijn eigenlijk de voorwaarden om erkend te worden als een vereniging hier in Herselt. Dat is uniform tussen onze sportdienst, tussen onze cultuurdienst en de jeugddienst overeengekomen. Hiervoor waren er nogal een aantal verschillen tussen. En wij weten ook dat als we een vereniging erkennen, dat, ja, dat daar ook een aantal rechten aan zitten. De voordelen van die erkenning, ik ga misschien de belangrijkste 3 opnoemen, ja, die kunnen gebruik maken van materialen uit de gemeentelijke uitleendienst. Dat is wel wat dat wij ter beschikking zetten. Zij kunnen genieten van een tarief, een heel voordelig tarief hier, de huur van de mix of van gemeentelijke zalen. En zij kunnen ook gebruik maken van een voorrangsregeling bij de huur daarvan. En van daaruit dat dit reglement ter sprake is gekomen en dat we dat eigenlijk voorgelegd hebben aan de verschillende adviesraden, daar is nog keihard aan gewerkt en een aantal bezorgdheden zijn ook mee verwerkt in dit erkenningsreglement. We vinden het als bestuur natuurlijk heel belangrijk dat we een beleid op maat van onze verenigingen maken. Dat we kiezen voor duidelijkheid. Nog een laatste zaak die er ook in staat, is dat wij een antidiscriminatieclausule opnemen, omdat we discriminerend gedrag bij verenigingen ook niet gaan tolereren daarin. Dus dat is eigenlijk ook iets nieuws dat we erin hebben toegevoegd. Dus dat is kort gezegd, het erkenningsreglement voor verenigingen dat voor ligt en dat jullie ongetwijfeld allemaal ook gelezen hebben. Wat ligt er ook voor? Het subsidiereglement voor socioculturele verenigingen. Daar zijn een aantal wijzigingen aan gebeurd. Ik ga die even highlighten. Dat zijn er 3. Ja, de afstemming aan de voorwaarden van het nieuwe erkenningsreglement natuurlijk. En uit de adviesraad kwam ook naar boven dat er een onduidelijkheid was over de toepassing van de vrije tijdspas voor lidgelden of deelnamekosten die verenigingen op zich nemen voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. Dus socioculturele verenigingen die de kosten van 50% van een lidgeld of deelnamekosten aan een activiteit voor zich opnemen, die krijgen een subsidie van 100 euro. Dat stond er dubbel in en dat is er eigenlijk rechtgezet dat het er maar 1 keer in staat. En ook hebben we gemerkt dat daar extra accommodatie is bijgekomen en dat ook de zalen in VTC De Mix, wanneer een vereniging hier graag een toonmoment wilt doen, dat ze ook een toonmoment aan een verlaagd tarief kunnen gebruik maken van onze infrastructuur hier in De Mix. We hebben niet enkel de zalen benoemd, we hebben gezegd de infrastructuur hier, dus bij uitbreiding ook zaal Asbroek. Dat is de aanpassing bij het subsidiereglement voor cultuur. Wat hebben wij het afgelopen jaar ook opgemerkt? Dat er voor sportverenigingen die een lustrum vieren, en zo zijn er wel een aantal geweest, geen inspanningen werden gedaan. Dus een vereniging die 25, 50, 75, 100 jaar en zo verder bestaat, die kan nu tot een 170 euro tussenkomst krijgen bij de receptiekosten als zij een viering organiseren. Dus dat hebben we ook toegevoegd. Dat bestond enkel voor socioculturele verenigingen, maar nog niet voor sportverenigingen. Dus dat was nog niet opgenomen in het reglement zelf. Dus dat hebben we nu toegevoegd. En aan de projectsubsidies voor sport, subsidiereglement voor jeugdverenigingen, daar hebben we eigenlijk niks aan veranderd. Dus dat is zo de korte samenvatting van wat we voorleggen. Dat is best wel waar.
toelichting. Zijn er vragen? Afgerond voor de drie, hè, Christophe? Voor ja, ja. De drie. Oké, collega's. Ronnie, je heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb het niet helemaal voorbereid, want dat is eigenlijk een beetje een dada van Kathleen, maar die is verontschuldigd. Nu, wat ons wel van in het begin opviel, was dat vandaag de drie agendapunten op de gemeenteraad liggen voor de uniformisering. Er zitten heel goede punten in. Wat we een beetje vervelend vonden, was dat eigenlijk de belangrijkste organen die hierover vooraf hebben vergaderd en geoordeeld, dat die adviezen daar niet aan toegevoegd zijn. En dat vonden wij wel eigenlijk een vastgegeven dat we hadden moeten kunnen doornemen. Nu, ik heb vorige week die adviezen opgevraagd. En ik heb een aantal vragen daarover. Vooral, ik ga beginnen met cultuur misschien. Want Christophe heeft al een aantal zaken opgenoemd die opgenomen zijn in het besluit of het voorliggend agendapunt tot besluit. Nu, een aantal van die zaken zijn eigenlijk toegevoegd aan het origineel voorliggende document vanuit het college naar de adviesraad. En die zijn eigenlijk toegevoegd als vervollediging aan dit reglement. Bij cultuur waren dat voor de erkenning een redelijk wat zaken die zijn toegevoegd en waar het college ook aan tegemoet is gekomen. Wat ik wel zie, dat is dat aan bepaalde dingen wel en aan andere zaken niet wordt tegemoet gekomen. Nu, bij cultuur is dat vrij beperkt, maar daar had ik wel een vraag eigenlijk, want dat begreep ik niet. En als jullie de bijlagen openen en je pakt dus de erkenningsvoorwaarden, erkenningsreglement, dan staan daar 6 artikelnummers, bij mij toch, ik denk bij iedereen. En dan was een opmerking van de cultuuradviesraad, opmerkingen bij het erkenningsreglement, ik lees letterlijk voor, artikel 8, toevoegen dat het Schepencollege beslist over de maatregelen bij inbreuken op de non-discriminatieclausule. Nu, ik vind geen artikel 8. Straffer nog, ik vind ook geen artikel 7. Het stopt gewoon bij 6. Is het reglement veranderd na voorlegging op de adviesraad? Zijn daar 2 artikelnummers weggelaten in plaats van toevoegingen te doen? Ik weet het niet, maar dit zijn dingen eigenlijk die hadden kunnen vermeden worden, denk ik, door mag ik de toelichting goed te geven. Tuurlijk. Eigenlijk is dat heel simpel. We zijn gewoon aan de slag gegaan met de opmerkingen van een adviesraad. Het reglement is aangepast, de artikels zijn aangepast. Dat reglement ligt hier ook voor. Hetgene wat eerst voor lag, de inhoud is hier hetzelfde. Een aantal, ja, er ontbrak een artikelnummer in de cultuuradviesraad. En met die... Ja, ze hebben advies gegeven over iets dat we daar hebben... Het reglement was nog niet af zoals het hier voor ligt. Dus we hebben rekening gehouden met alle adviezen van de cultuuradviesraad en de fouten eruit gemaakt. Dat is eigenlijk het beste. Ik zet mezelf op een dwaalspoor, maar ja, dat is wat. Ja, dank u wel voor die toelichting, maar dat had kunnen vermeden worden. Hadden we die adviezen gehad en had dat een beetje geduid geweest, denk ik. Want nu, als je de 2 naast elkaar legt, is er toch wel... Het is een beetje overbodig om het eerste reglement, waar een paar foutjes in zitten, hier ook als bijlage bij te zetten, denk ik dan, dat je direct eigenlijk het juiste hebt. Ja, het gaat niet over foutjes, het gaat over perceptie en wie wat vindt, natuurlijk. En ja, dit gaat toch over adviesraden, ik vind die belangrijk, die opmerkingen. Ja, maar dan moeten we die ook kunnen terugvinden in het voorliggend agendapunt. Nu, het volgende is gewoon een detail, want ze hadden bijvoorbeeld bij het subsidiereglement ook een opmerking gegeven dat er moest toegevoegd worden belangengroepen. Dat was bij punt 3.
Ik denk dat dat is... Even zoeken. Maar dat is gewoon taalkundig, hè, maar dat is gewoon het woord belangengroepen overgenomen, terwijl dat alles daar in het enkelvoud staat. Ik zou dat gewoon taalkundig ook een beetje aanpassen. Dat is een van de opmerkingen onder punt 3 van het subsidiereglement. Dus pas dat aan, dan klopt die tekst ook taalkundig volledig. Het gaat over het feit dat een vereniging niet in aanmerking komt wanneer ze bijvoorbeeld ook een belangengroep is. Maar alles staat er in het enkelvoud. Er staan nog een aantal andere uitsluitingscriteria in. Dus pas dat aan, dan klopt dat volledig. Dat zullen we zeker doen, ja. En dan een verdere vraag is eigenlijk... Maar ja, dat kan de Raad ook niet zien. Want er waren een aantal opmerkingen van die adviesraad. De geel gearceerde tekst, is dat eigenlijk... Want dat gaat over participatie dan in punt 4.2. Toepassing van de vrije tijdspas en lidgelden en zo verder. Is die verfijning die de adviesraad vraagt de geel gearceerde tekst? Of... Dat klopt. Ah ja, oké. Dat waren mijn vragen voor wat betreft... Hetgene wat daar stond, stond ook al bij logistieke inspanningen om mensen in armoede te laten deelnemen in het vorige reglement. Stond er eigenlijk dubbel in. Vandaar. Oké. Tot daarvoor cultuur. Ik denk dat ik moet wachten met sport tot het volgende agendapunt. Want we gaan, of gaan we die allemaal samen behandelen? Ik zou doorgaan, Ronnie. Ja? Ja. Maar ik ga niet te lang doorgaan, Zemilo. Maar ik had hier voor sport... daar waren een aantal pertinente vragen toch, of opmerkingen op de raad. Sommige vind ik terug in het voorliggend besluit en andere niet. In artikel 2 hadden ze opgemerkt dat er een link moest zijn met Herselt, maar dat dat eigenlijk geen objectief criterium is en dat dat makkelijk omzeilbaar is. En dat zie ik eigenlijk in het voorliggend punt geen tegemoetkoming op. Dan hadden ze gezegd, ja, om dat beter te formuleren, zou je eigenlijk 3 punten moeten erin steken. Dat is eerst en vooral een zetel hebben in de gemeente Herselt. Dat vind ik niet terug in het effectief voorliggend punt. Dan stond er ook bij activiteiten hebben in de gemeente Herselt. Daar is wel aan voldaan in het agendapunt. En dan ook een derde stap was een bepaald aantal inwoners van de gemeente Herselt als actief lid hebben. Ik denk dat ze ermee bedoelen dat een percentage, God weet hoeveel, moet van Herselt zijn. En dat zie ik eigenlijk ook niet weergegeven in het agendapunt. Dat is puntje 1. De naam van de vereniging, dat was een tweede opmerking. Daar is wel aan voldaan. Dus die mag niet verwijzen naar een andere gemeente dan de gemeente Herselt. Dat is logisch. Dat staat er ook effectief in. Een vereniging mag ook geen erkenning of subsidiëring krijgen in een andere gemeente dan Herselt. Dat is er ook mee in vervat. Maar dan het laatste stuk. Actieve werking, regelmatige basis. Ook dit criterium beter omschrijven, zegt de sportraad. En een aantal erop plakken. Omdat, zoals het nu beschreven staat, 1 keer per jaar samenkomen. Dat is eigenlijk... Ja, je kunt dat omschrijven als regelmatige basis van vergaderen, maar dat is het eigenlijk niet. Dat bedoelen zij. Dat punt is ook niet meegenomen in het voorliggend besluit. Ook de betere erkenning sportvereniging, beter de erkenning van de sportvereniging apart houden, hebben ze letterlijk gezegd. En dat staat hier in drukletters. Bij mij iets wat in drukletters staat of in het rood, dat, ja, dat pakt toch altijd wat meer aandacht. En dat doet mij vermoeden dat daar toch wat tegenkanting was. Sportraad zegt, had het beter gelaten, dan
zoals het was. Want sport is eigenlijk een heel aparte tak met zijn eigen behoeften en kenmerken. En er gaat alleen maar discussie ontstaan over een aantal voorrangsregelingen. Tweede punt, wat ze ook in hoofdletters in het verslag zetten, beter die erkenning apart houden, zoals ik daarnet aanhaalde, maar voor een andere reden, omdat deze reglementen al jaren hun nut en doel hebben bewezen. Ik haal maar aan wat ik lees in de verslagen en ik vond dat nuttige lectuur voor heel de raad. En ik zie Mark ook knikken. Hij zal de gevoeligheid binnen de sportraad ook wel aanvoelen en kennen. Ik ken hem ook van vroeger. Ik weet hoe dat leeft en daarmee heb ik het ook opgevraagd. Ik wil dat ook graag doen, zei Mark. Ik heb de zaken hier ook opgeschreven. Die link naar Herselt, die objectieve criteria die een zetel in Herselt hebben, dat is inderdaad zo. In de huidige reglementen wordt daar ook naar gevraagd. Maar voor een aantal verenigingen is dat het adres van de voorzitter. En als die voorzitter en die club, als die voorzitter nu niet in Herselt woont, maar net over de grens, en die club heeft geen eigen lokaal hier in Herselt, kunnen die dat niet aantonen. Dus vandaar dat wij gekozen hebben om met dat advies aan de slag te gaan en dat wij eigenlijk hebben gezegd de basiswerking op het grondgebied van Herselt, om die gevallen eigenlijk uit te sluiten. Het is niet zo dat elke vereniging buiten Herselt nu hier in aanmerking gaat komen. Daardoor zij moeten natuurlijk hun werking ook wel aantonen. En dat staat er ook wel duidelijk in. Die band met Herselt moet beschreven worden. Dus wij denken bij deze dat dat ook voldoende gecoverd is om daar discussie in te vermijden bij de aanvraag van een erkenning. Die activiteiten in de gemeente Herselt, dat is een evidentie, dat is logisch, dat is natuurlijk. Zij moeten een actieve werking hier hebben. En bij de sportdienst was het zo dat men 5 leden minimum lid... Allee, men moest eigenlijk, denk ik, inderdaad 5 leden hebben die daar in Herselt wonen. We hebben dat minimum aantal eruit gehaald, omdat een aantal andere verenigingen daar uit de boot zouden vallen. We hebben ook gekeken naar startende verenigingen die misschien net begonnen zijn, al wel een ondersteuning nodig hebben, die misschien ook nog geen jaar bezig zijn, want dat is misschien niet aangehaald. Maar de voorwaarde van minstens 1 jaar een actieve werking hebben we niet meer als voorwaarde opgenomen voor de erkenning, maar wel duidelijk behouden voor het opnemen van subsidies om beginnende verenigingen die nog niet direct aan die aantallen leden komen en die wat moeite hebben te kunnen steunen in deze. Dan kunnen ze ook natuurlijk gebruik maken van promotiekanalen en andere zaken. Ik denk bijvoorbeeld aan cafésporten die daarmee klein beginnen, met een paar mannen iets willen opstarten. En dan zouden die eigenlijk eventueel ook al wel een erkenning kunnen aanvragen. Wat kan ik er nog over zeggen dat je gezegd hebt? De discussie over die voorrangsregeling, dat in de drukletter staat, dat jij zegt. Ik snap eigenlijk niet waarom dat apart zou moeten gehouden worden. Als er discussies zijn, dan denk ik dat we er wel uit gaan komen in deze geval. Ik kan mij ook geen discussies echt herinneren. Er zijn wel discussies geweest in het verleden over de huur van de wat is het nu weer, die kunstgrasvelden tussen verschillende verenigingen van voetbalverenigingen. Maar uiteindelijk is men er altijd wel uitgeraakt om een oplossing te vinden en om dat mooi op te lossen. Oké, ik zie dat... Misschien dat er Mark nog wilt aanvullen of zo. Ja, doe maar, Mark. Wacht, hè. Ja, ik vind dat Christophe dat heel goed heeft toegelicht. Het was
de visie van deze beleidsploeg om een uniform reglement te maken voor de erkenning, niet voor de subsidies. Daar zijn we dan in geslaagd. Dan ligt eigenlijk voor de opmerking van Ronnie is van die heeft heel de gang van de adviesraad gepasseerd. Alle opmerkingen zijn evident. Ik vind dat evident niet meegenomen in de toelichtingen. Maar als raadslid kun jij inderdaad al die vergaderingen erop nalezen. Nu voor de sportraad is dat inderdaad wel wat opmerkingen gemaakt. Die zeggen van wij hebben een goed reglement, we zagen niet het nut in van daar een apart reglement van te maken. Maar bon, wij hebben daartoe beslist om voor de erkenning als vereniging dat uniform te maken. Nu, na alle opmerkingen die daar zijn gemaakt, is tegemoet gekomen in die zin van sport blijft een apart subsidiereglement hebben. Dus bijvoorbeeld de voorwaarden dat een sportvereniging minstens 10 leden moet hebben, waarvan minstens 5 inwoners van herselijk moeten zijn, dat blijft behouden. De sport heeft ook de voorwaarden om te zeggen van oh, je moet regelmatig aan je sportactiviteiten deelnemen. Voor sport is dat evident. Maar ik zeg maar bijvoorbeeld, ik zit even naar Hilde, als je 1 keer per jaar het Gevarenfestival of de Kramhagenkoers organiseert, ja, dat is niet wekelijks en je vergadert waarschijnlijk misschien nog meer als een deursnijvereniging. Maar die zouden we uiteraard niet willen uitsluiten om zulke verenigingen te erkennen. Maar dat is daar inderdaad, dat was een geanimeerde discussie, zoals gewoonlijk op de sportraad. Maar we zijn er heel goed uitgeraakt en ik denk dat we blij mogen zijn met de reglementen die nu voorliggen. Oké, dan misschien even het rijtje afgaan. Waar ik kunnen nog eens oplichten, want de aanvragen zijn legio. Ik zit een beetje... Lukt het? Oké. Ja, Christophe, ik had een vraag in verband met de parochieverenigingen. We hebben er zo 4 in onze gemeente. Die zijn geclusterd onder VZW Dekenaat Zuiderkempen. Maar die verenigingen zijn ook wel heel actief in onze deeldorpen. En als ik zo de erkenningsvoorwaarden zie, dan stel ik vast dat die eigenlijk ook zouden kunnen worden erkend als herselse vereniging. Want dat is momenteel nog niet zo, als ik me niet vergis. Dus dat is mogelijk. Ja. Dank u. Luc, kunt u nog eens... Want ik zeg het, er zijn heel veel vragen. Ik was weggevallen. Gewoon even technisch. Ronnie heeft heel wat opmerkingen geformuleerd. Onder andere de adviezen die toch wel heel belangrijk waren van die verschillende raden, die waren er niet bij. Ronnie heeft die opgevraagd, maar wij hebben daar geen inzage van gehad, mits de opmerkingen van Ronnie nu. Ook hetgeen waar we eigenlijk gaan over stemmen, zelfs, agenda punt 3, daar blijkt ook hetgeen waar we over stemmen en de verwijzing naar het reglement niet overeen te komen met hetgeen waar dan nu het reglement... Je hebt de 6 punten of de 8 punten. Dus hetgeen dat in de toelichting hier staat, dat is niet waar dat jullie willen dat we over stemmen, want het reglement waar jullie het over hebben met de 8 punten, is een ander reglement. Dus formeel klopt dit niet. Inhoudelijk zitten we wel op dezelfde lijn, denk ik, maar ik vind het wel belangrijk, niet alleen voor nu, maar ook voor achteraf. Als je de notulen gaat nalezen, dan is het heel verwarrend, want als je hier uit deze documenten nu het reglement gaat halen, dan heb je een verkeerd document. Misschien is het dan beter om er volgende keer op terug te komen. Die bijlage die komt niet overeen met hetgeen dat hier verteld wordt. Hier staan maar 6 punten. Of is het omgekeerd? Zijn die 8 punten 6 punten geworden? Ah, dus dit klopt wel. En die 8... Oké. En dan heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Ik dacht dat het net omgekeerd was en dan moest dat formeel in orde gebracht worden. Als hetgeen dat hier nu inhoudelijk is hetgeen waar we nu over stemmen, dan klopt het wel. Dan. Dat was een misverstand dan. Oké, Luc. Maria heeft nog het woord gevraagd. Ja. Bij mij is de vraag, definitie een vereniging. Er is niet opgenomen hoeveel personen dat in die vereniging moeten zitten bij de erkenning. Dat is dus, bij andere woorden, als ik met 2 mensen, mijn man en ik beslissen van een sportvereniging of een andere vereniging op te richten en ik heb 1 lid, dat is voldoende.
Ik ga er even op antwoorden. Ja. Twee is te weinig, drie. Dat staat er wel in. Minstens drie bestuursleden of contactpersonen. Dat is toch het absolute minimum. Minstens drie bestuursleden. En hoeveel leden? Daar hebben drie wij geen uitspraak over. Het is beperkt tot drie. Nee. Ja. Ja, ik vraag ook omdat maar... er zijn verschillende organisatiecomitees, erfgoedverenigingen, Berghom, die maar uit vier personen bestaan. Anders zouden die uit de voet vallen. Dus we hebben gekeken naar iets nieuws om te voldoen aan de noden die dat er op dit moment zijn en die dat er binnenkomen bij onze vrije tijdsdiensten. En we hebben ook gekeken om alle huidige verenigingen die dan nu erkend zijn, ook dat die niet uit de boot vallen. Dus we hebben... Ik ben eigenlijk heel blij dat je die vraag stelt. Dat opent misschien ook perspectieven. Dus als alles kan aangevinkt worden, om nog eens even op de vraag van waar te antwoorden, ja, dan kunnen zeker een erkenning aanvraag indienen. En ik ben ook heel blij dat dat voor ligt, zoals de Mark dat heeft gezegd, want er is hier echt wel een geweldige samenwerking geweest tussen de jeugddienst, de sportdienst, de cultuurdienst en ook met alle adviezen, de adviezen die daar gekomen zijn uit de adviesraden, daar is echt wel in de mate van het eigenlijk gewoon maximaal rekening mee gehouden. Ik wou nog even de hier belangrijke nuance toevoegen. De vereniging moet wel erkend zijn of georganiseerd zijn onder vorm van een VZW. Dat wil ik wel zeggen. Of een veilige vereniging. Het is niet dat je zegt van, we gaan met drie even iets samen doen. Nee, ofwel moeten we een veilige vereniging hebben. De statuten, daar moeten we statuten bestaan, daar moeten we onder VZW zijn. Dus het is niet van te zeggen van, mannen, we gaan hier, ik met mijn man gaan iets doen. Dus, ja. Had u het woord gevraagd, Luc? Ah, dat was de vraag die voor mij ook nog open was. Dus fractieleider van CD&V vindt oké van de drie punten samen te behandelen. Tenzij dat er nog vragen zouden rijzen, maar ik zie dat er geen vragen meer zijn. Dus dan gaan we stemmen, collega's, over de drie reglementen in één stembeurt. Dus agenda punt 3, agenda punt 4 en agenda punt 5 in één stembeurt. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Volgende punt, collega's. Het punt met betrekking tot het vernieuwen van de gemeentelijke speelterreinen. Een klassieker, de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de wijze van gunnen. Allemaal in het kader van het mega-buitenspeelplan. De vernieuwing, beter gezegd, van de gemeentelijke speelterreinen. En in de context van de opdracht ontwerp en aanleg van die speelterreinen moeten de lastvoorwaarden, de raming en de wijze van gunnen worden goedgekeurd. Zijn er vragen hieromtrent, collega's? Als er geen zijn, kunnen we meteen... Oké, Mark. Ik wil dat kort even toelichten, misschien voor de toehoorders. Dus wat ligt er voor goedkeuring op tafel? Dat is de raming en de gunningswijze voor maar liefst 7 speelterreinen in Herselt, waarvan we 2 speelterreinen in eigen beheer gaan uitvoeren. De Huisakkers in de Maaiwanters in Herselt Centrum. Aan het lokaal dienstencentrum in de Vaardenwinkel, dat wordt meegepakt met het project lokaal dienstencentrum Vaardenwinkel. En dan hebben we eigenlijk voor 4 speelterreinen hebben we dan beslist om een externe firma aan te schrijven of externe firma's aan te schrijven om daar een offerte voor te bezorgen om daar de prijs voor te zetten. Dus dat gaat over concreet over Roteinde in Ramsel, Achterkennis in Ramsel, in Berghem aan Heide en in Blauwberg aan Verbrand Goor. Dank u, Mark. Ik was net aan het testen of dat Vondam is of iets anders. Goed. Zijn er nog vragen, collega's? Omtrent dit punt? Dan kunnen we tot stemming overgaan.
Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Agenda punt 7. Kathleen moet al niet meer buiten gaan. Mireille zet zich aan de kant, wat voldoende is. En dit punt gaat toegelicht worden door de burgemeester. Ja, dank je wel, voorzitter. Ja, ik licht het toe, niet onze schepen van ruimtelijke ordening, omdat dit ook onderwerp is geweest van de Raad van Bestuur van IOK, omdat het toch wel om een belangrijk en een veelomvattend document gaat. Waar gaat het in wezen over? Het beleidsplan Ruimte is eigenlijk gestoeld op een beleidsvisie vanuit Vlaanderen en is eigenlijk een samenwerking tussen de 5 provincies, waarvan dat provincie Antwerpen dus een eigen beleidsplan opgemaakt heeft. En dat heeft al een bepaald traject afgewandeld. Laat maar zeggen, de startbeslissing werd genomen op 25 januari 2019. Dan is er een conceptnota gekomen. In datzelfde jaar is er in 2021 een voorontwerp gekomen en is er een ontwerp gekomen op 27 oktober 2022, wat nu voor ligt. Nu, belangrijk, want het is een veelomvattend en een ruim document voor degenen die de moeite genomen hebben en alle documenten hebben doorgenomen. Dat gaat hem over etelijke tientallen bladzijden. De bedoeling van de provincie Antwerpen is bij uitstek een plan te maken voor de toekomst. En de toekomst is niet morgen, dat is misschien niet overmorgen, maar dat gaat over 50 en 100 jaar. Hoe hebben we onze ruimte georganiseerd? Hoe willen we die in de toekomst organiseren? En wat moeten we daarvoor doen? Om het een beetje klaar en duidelijk te maken, eigenlijk is de wenselijkheid van Vlaanderen en dus ook voor de provincie Antwerpen om onze ruimtelijke ordening te organiseren naar, laat maar zeggen, Nederlands model. Alleen is onze historiek ten opzichte van Nederland een heel andere historiek. Daar hebben we die dorpskernen, hebben we die verbindingen tussen die gemeenten, hebben we die open ruimte en hebben we veel meer zichtbare, concrete, positieve zaken in Nederland te zien. Alleen is onze historiek anders. Hè. We hebben nu eenmaal woonlinten, want waar een straat is aangelegd, daar kunt je bouwen, hè. Daar kunt je wonen. En waar een huis staat, daar kunt je uitbreiden, dat kan een zaak worden, een handelszaak worden, enzovoort. Dus die historiek is wat dat ze is. Desalniettemin heeft Antwerpen toch een belangrijke en moedige oefening gemaakt om die vooruitzichten naar 50 en 100 jaar te maken, die denk ik essentieel belangrijk zijn. Het is ook even belangrijk dat die in openbaar onderzoek gegaan zijn, want er zijn natuurlijk wel wat opmerkingen. In het bijzonder voor onze gemeente gaat dat dan de concrete gevolgen op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat is wat vandaag voor ligt. Maar ook een generiek gedeelte, dat is dan voorbereid door IOK. Voor alle gemeenten samen. We hebben op de raad van bestuur van IOK, waar Luc en ik samen in zetelen, toch de vraag gesteld aan IOK vanuit de gemeente, bekijk dat eens juridisch, of kritisch tenminste, welke juridische consequentie heeft dat? En als we bijvoorbeeld dit document gaan afkloppen op het niveau van de provincie, in welke mate kan dan, en zo gebeurt dat ook in ons land vaak, een bepaald project in beroep getrokken worden door een buurtbewoner die zegt van ja, dat is strijdig eigenlijk met het beleidsplan Antwerpen. Dus hoe sterk kan dat werken en hoe moeten we dat eigenlijk aftoetsen ten opzichte van de bestaande structuurplannen en in ons bijzondere geval dan de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het advies dat voorbereid is door de Raad van Bestuur van IOK is voorgelegd op 17 februari. Gaan we volgende week behandelen in het college, maar ik zou aan de algemeen directeur willen vragen om alle raadsleden zo snel als mogelijk, liefst vandaag morgen, het ontwerp van IOK ook door te sturen, omdat het ook een gemeenteraadsbeslissing zal moeten worden. Nu, er was eenduidigheid met betrekking tot de inhoud van de tekst van IOK, opgemaakt door IOK. Dus ik veronderstel dat dat ook wel binnen de raad zal gebeuren, maar ik wil toch iedereen de mogelijkheid en de gelegenheid geven om daar kritisch naar te kijken. Goed, concreet. Jullie hebben gezien welke impact het beleidsplan Ruimte voor de provincie Antwerpen, welke problematieken dat zij aanhalen voor onze gemeente. Dat gaat in wezen eigenlijk over die verlinting, waar men zegt van ja, een keer als je op zo'n lint zit, dan mogen we daar niet meer gaan bouwen. Dan moeten jullie ontraden om daar een verbouwing te doen of een nieuwbouw te plaatsen. Ja, daar hebben we gezegd van we hebben een RUP en we hebben een specifiek artikel benoemd voor woonlinten. Dus we gaan dat niet gaan intrekken. Maar wat dat buiten die woonlinten nog
woonlinten en wat buiten het RUP nog bespreekbaar is, dat kunnen we weer houden. Maar alles wat het bepaald is op die woonlinten door het RUP, ja, dat gaan we niet gaan omvormen tot wat de provincie Antwerpen wil. Specifiek is daar ook Varenwinkel genoemd. In Varenwinkel had men ook gezegd van ja, dat moet allemaal maar beperkt worden. Het gehucht moet een gehucht blijven. Ook daar hebben we het RUP waar we willen aan vasthouden. En dat veel meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt om Varenwinkel tot een leefbare en volwaardige kern te laten uitgroeien. Er staat ook nog een heel luikje over bedrijven en bedrijventerreinen. Daar zeggen ze eigenlijk, heel die clausule moeten we maar schrappen. Er is een belangrijke nuance, want als wij vandaag spreken over bedrijven en bedrijventerreinen, dan moeten we vermijden dat er aan een spraakverwarring ontstaat. Want voor provincie en Vlaanderen is een bedrijventerrein een terrein waar, laat maar zeggen, grotere bedrijven, hoge mobiliteit, veel werknemers zich vestigen. Eigenlijk vandaag bedrijven die op industrieterreinen zitten, op de grotere industrieterreinen. Wat vandaag te vinden is in sites zoals La Corbeil, wordt niet als een bedrijventerrein beschouwd. Dat soort bedrijven worden beschouwd als zijnde, ja, laat maar zeggen, verweven met de kern. En dat is eigenlijk ook de volgende stap die Vlaanderen en de provincie Antwerpen voorziet. Namelijk dat die... Het klinkt een beetje raar, maar ik zal het formuleren in de visie zoals dat ze geschreven is door de provincie Antwerpen, die eigenlijk terug zouden moeten keren naar de kernen. Dus ze zijn uit de kernen ontgroeid. We hebben vastgesteld dat de kernen eigenlijk enkel en alleen de functie wonen hebben gekregen, maar dat tegelijkertijd de noodzaak om die leefbaarheid te verhogen, dat daar toch wel best wat beweging mag zijn. Dus de lokale loodgieter, de lokale schrijnwerker enzovoort vindt in deze visie, in die beleidsnota, vindt terug een plaats in de kern. En men noemt dat verweefbaarheid van bedrijven en kernen. Goed, dat is een moeilijke denkoefening, hè, want we hebben tientallen jaren de omgekeerde beweging gedaan. Dus daar staan we kritisch over. Ook IOK heeft daar een kritische noot over geschreven, omdat die historiek, je kunt die ruimte die ingenomen is in de woonkern, niet terug gaan vrijmaken voor die bedrijvigheid, die zijn weg. En bovendien is het vaak zo dat naast de draagvlak wil je nog een schrijnwerkerij in uw kern. Ik weet niet of dat zo wenselijk is. Is er ook natuurlijk de vraag of dat de leefbaarheid van de kern daardoor verhoogt. Hè. Maar goed, dat zijn kritische noten voor het generieke gedeelte. Dat generieke gedeelte is voorbereid, of het advies tenminste, voorbereid door IOK, wordt bezorgd aan jullie allemaal om dat zeer kritisch door te nemen. Is vorige raad van bestuur 17 februari goedgekeurd. En trouwens ook al afgetoetst met de deputatie, dat men op voorhand wist van welke insteek dat het had. Voor onze gemeente gaat het dan over de artikels die hier in vermeld worden, die passage waar hoofdop Herselt beschreven wordt dat die woonlinten en de ontwikkeling op die woonlinten dat die geschrapt worden, daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Dat voor wat betreft de Varenwinkel die ontwikkelingsmogelijkheden behouden moeten blijven, zoals voorzien in het RUP. Dat de vier woonkernen en het hoofddorp Herselt, dat op dezelfde manier die woonkernen of die RUP-woonkernen moeten behouden worden met al zijn mogelijkheden die er zijn. En tenslotte, zoals daarnet aangehaald, dat wij natuurlijk die mogelijkheid tot het realiseren van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid willen behouden. Die is meer dan ooit noodzakelijk. En dan passage 5 zie je in verband met de zonevreemde woningen inderdaad, waar de mogelijkheid toch willen behouden blijven om de... Er is een basisrecht op zonovreemde woningen om die toch om te zetten naar wonen en niet te herbestemmen of niet te laten afbreken of terug in die een andere mogelijkheid tot ontwikkeling te geven. Dus in algemeenheid hadden wij onder artikel 2 toch willen formuleren, zoals dat daar letterlijk staat, dat we willen benadrukken dat er geen afbreuk mag gedaan worden aan de rechten van bestaande en niet vervallen verkavelingen, ongeacht de gewestplanbestemming waarin deze zich bevinden. Dat is een belangrijke. Stellen we voor de gemeenteraad dat die zich vragen stelt bij de juridische afdwingbaarheid van het beleidsplan van de provincie Antwerpen. Daarnet, of in aanvang aangehaald, wat als iemand een beroep aantekent voor een bepaalde vergunning en zich verwijst naar dit beleidsplan ruimte,
gaat het in beroep en zou de deputatie moeten oordelen over het eigen beleidsplan. Ja, daar is een juridische onzekerheid die we willen uitgeklaard zien. En daarnaast stellen wij voor dat we de bezorgdheid toch willen uiten dat ons inziens de provincie iets te weinig rekening houdt met de bouwshift en ook eigenlijk een beetje de visie die Vlaanderen altijd heeft toebedeeld aan de gemeente, dat op lokaal niveau die subsidiariteit, het lokale niveau, is het beste niveau om te kunnen inschatten op welke manier ze zich organiseert, ook op het vlak van ruimtelijke ordening, dat men eigenlijk nu van boven, een laagje boven, vanuit de provincie, gaat bepalen wat hier in Herselt zou ontwikkeld en niet kunnen ontwikkeld worden. Dat zijn bezorgdheden die we graag door de gemeenteraad zouden willen laten goedkeuren. Nogmaals, met een grote appreciatie voor de provincie en Vlaanderen om die grotere visie die voor 50, 100 jaar een belangrijke toekomstvisie moet zijn. Dat beleidsplan is nodig, niets doen is geen optie. Maar toch, gelukkig was er het openbaar onderzoek om toch een kritische blik te kunnen werpen op de beleidsnota op zich. Voilà, voorzitter. Bedankt, Peter. Vragen, collega's, omtrent dit punt? Luc, u heeft het woord. Ja, om 100% zeker te zijn dat we het juiste bedoelen, ik denk wel, en het staat zo eigenlijk ook wel geformuleerd, de gemeenteraad formuleert volgend advies, dat is artikel 1, en artikel 2, de gemeenteraad voegt toe aan het advies, dat is het advies onder artikel 1, neem ik aan. Ja. Omdat vaak is het zo dat het toegevoegd wordt aan het advies van de administratie, dus het advies van de administratie wordt eigenlijk hier buiten het besluit gehouden. Ik zal mijn opmerking een beetje verduidelijken. Ja. Ik heb zelf mijn vragen wanneer het gaat over de bedrijfsterreinen. Als de optie er is om betere locaties te vinden dan, waar vroeger al, dan die vroeger al in aanmerking komen, als er een betere optie is, het zou onverstandig zijn om die niet te nemen. Maar zoals het in het advies van de administratie staat, dan worden de vroegere bestemmingen eigenlijk al aan de kant geschoven, zonder dat er een alternatief is, behalve het feit dat men naar een alternatief gaat zoeken. Daar kan ik absoluut niet achter staan. Maar ik begrijp dus ook dat we als gemeenteraad het daar niet over hebben. Zoals het hier staat, daar gaat het over zonder dat dit een engagement is naar de uitspraak voor wat dat die clausule van de administratie betreft. Heb ik het juist voor of toch niet? Voor wat mij betreft zou ik het graag nog eens verduidelijkt zien. Hè? Want eigenlijk is het puur technische advies, staat eigenlijk onder artikel 1. Mm-hmm. En heeft eigenlijk het college, stelt het college bijkomend aan de gemeenteraad voor om die drie bullets bijkomend op te nemen. Wij willen absoluut, en die bezorgdheid die je net aanhaalde, van als er een betere en geschiktere plaats is, feel free to do so. Meer nog, door heel die nieuwe visie rond die verweefbaarheid van de bedrijven en de kernen, ja, dat opent misschien nog wel wat meer perspectieven. En misschien moeten we eens opnieuw beginnen nakijken van wat moeten we daaruit verstaan? En hoe groot is de kern en hoe verweefbaar zijn bepaalde activiteiten? Hè? Maar dat is eigenlijk in essentie, onder artikel 1 zijn de pure technische beschouwingen vanuit de administratie. Artikel 2 is door het college toegevoegd om aan de raad voor te stellen met die aanvulling. Maar artikel 1 is wel een samenvatting, maar hetgeen dat de administratie schrijft, dat de vorige bestemmingen of de vorige bestemmingen die in aanmerking kwamen, dat die verlaten worden. Daar wordt hier in artikel 1 niks over gezegd. Wel algemeen dat we voor de bedrijvigheid dat we niet akkoord gaan met de provincie en dergelijke meer. Maar er komt wel wat verwarrend over. Dus ik wil absoluut me niet aansluiten bij het standpunt van de administratie daarover. Met alle respect voor de administratie. Maar ik heb geen moeite met zoals het hier geformuleerd is en wat dat ons gemeenteraadbesluit zou kunnen zijn. Ja, ter verduidelijking, Luc, dat we inderdaad daar geen misverstanden over hebben. Eigenlijk gaat, en dat is onder punt 4, nieuw lokaal bedrijventerrein, stelt de provincie voor die hele clausule te schrappen. Hè. Men wil dat gewoon niet. En wij zeggen van, wij willen dat wel. Maar voor wat betreft die passage 4 zegt de administratie niet dat men zich houdt tot de voorziene locaties. Hè. Men zegt alleen dat men niet akkoord is. Nog iets beter.
zegt de administratie alleen van kijk, wij zijn niet akkoord met schrappen. Hè. Dat is het enige dat in het advies van uit de administratie komt. Dan verduidelijk dat misschien aan Tina. Nee, dat is het enige dat jullie overhouden van dat advies, bedoelt je? Want de administratie, dan ben ik het toch gelezen te hebben, dat die eigenlijk stellen dat die vorige zoekzones, dat die verlaten zijn. Nee, de administratie wil vooral zeggen, de provincie, in essentie samengevat, de provincie wil de mogelijkheid tot bijkomende zones voor bedrijvigheid te creëren schrappen. En daar zegt de administratie van, net zoals het college en net zoals u, denk ik, nee, we willen die mogelijkheid behouden. We willen de mogelijkheid openhouden om bijkomende zones voor bedrijvigheid te creëren. Ja, zo is het in elk geval opgezet. Ja. Ja, en ik wilde misschien nog even aanvullen aan hetgeen wat de burgemeester zei. Dus het eerste artikel bevat, laat ons zeggen, de technische opmerkingen per schrapping die de provincie voorstelt, waarbij de artikel 2 een aantal generieke opmerkingen zijn die voor het geheel van het beleidsplan gelden die het college heeft toegevoegd en waar dat voorstel inderdaad aan de raad is om die alle twee mee te nemen, zowel de generieke als echt de specifieke met betrekking tot specifieke artikels van het GRS. Oké, Luc, kunnen wij een micro misschien nog eens aanduwen? Voilà. Excuseer even, maar ik... Ja, het staat in de overwegingen eigenlijk waar ik daarnet op doelde. Toelichting bij de relevante historiek. Daar wordt dat eigenlijk mee in vermeld. En dat kan meegelezen worden door de provincie als een standpunt dat hier ingenomen is. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. Dus een studie over de zone... Nee, niet over de zonevreemde bedrijven. Ik ben aan het scrollen onder op het moment. Het stuk over de bedrijvenzone staat eigenlijk het gedeelte waar ik het daarnet over had mee in de toelichting vervat. En natuurlijk, als je een besluit leest, de toelichting is een onderdeel van een besluit soms. In het besluit wordt het niet mee opgenomen, maar die staat toch wel in het document dat die zoekzones dat die verlaten worden, dat die niet geschikt zijn. Ja, ik denk dat we ons... Allee. Maar ik ben geen jurist, maar ik denk dat we ons moeten beperken tot wat voorligt onder artikels 1. En daar staat gewoon wat het provincie Antwerpen voorstelt, namelijk de schrapping eigenlijk van de mogelijkheid tot ontwikkelen van bedrijventerrein. En dat onder die passage 4 wordt gezegd van we zijn daar niet mee akkoord met die schrapping. De gemeente is immers van mening dat het voorzien van een lokaal bedrijventerrein voor optimaliseren van de economische ruimte binnen de gemeente en de regio in overeenstemming is met het ontwerp provinciaal beleidsplan ruimte, ontwerp beleidskader verdichten en ontdichten van de ruimte. Het lijkt voor mij duidelijk dat we dat goedkeuren. Ja, dat artikel 2 schrijft dan voegt aan het advies onder artikel 1, als je dat zo wilt noemen, of als dat zou verduidelijken, die drie bullets toe. Ik ben het besluit volledig akkoord, maar is het niet zinvol om wat ik net vertelde, om dat uit de overweging of de toelichting weg te laten voor alle misverstanden en misinterpretaties weg te laten? We zijn het inhoudelijk eens, dus het is geen toegevoegde waarde om dat nu in dit document aan te houden. Dat kan nog altijd in de toekomst misschien zo blijken dat dat de juiste keuze is. Maar hier nu al stellen in een document dat door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden, dat al die andere zones niet meer in aanmerking komen of niet geschikt zijn, dat kan alleen maar tegen ons gebruikt worden, zolang dat je
geen alternatief vindt. Het is niet simpel om bedrijfsruimte, geschikte ruimte voor bedrijven te vinden. Hè. Nee, dat is niemand heeft dat graag in zijn buurt. Er zijn destijds protesten geweest tegen voorstellen, maar gelijk waar je het gaat voorstellen, is de kans heel groot dat je even goed protesten krijgt. Dus ik vind het geen meerwaarde dat het hier is opgenomen. Het kan alleen maar tegen ons gebruikt worden. En ja. Het is ook niet voor niks dat dat de zoekzones waren. Dat is trouwens toen ook met IOK overlegd. Ja, maar ik denk dat de passage die hier uitgelegd wordt, dat komt letterlijk uit GRS, hè? Dus daar hebben wij... Die stond er zo al in, hè? Ja. En toch zou ik zeggen, maar als het al in stond, dan is staat erin. Dus, maar ik denk dat uw bezorgdheid, als we we delen die, maar er staat er toch iets onderaan ook, als het dan gaat over die toelichting en advies. De provincie verwijst bij de voorstellen tot schrapping enzovoort. De gemeente vindt het alvast waar. Staat letterlijk, de gemeente vindt het alvast waardevol dat op die manier de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de bijkomende ruimte voor bedrijvigheid behouden blijft. En dan staan er een aantal randvoorwaarden, zonder te melden welke of wat dan ook, blijft algemeen. Hè. Maar we kunnen niet rond het GRS uit, waar dat letterlijk deze passage is uit overgenomen. Wordt nog gevraagd? Ik volg het allemaal ook wel en ik denk dat we allemaal gelijk hebben, maar ik vond het, en ik denk bijna iedereen, want anders stel ik zelfs een paar vragen aan mensen uit de raad, ik vond het een heel moeilijk document om te lezen. En je hebt ons document, je hebt het document van de provincie, onze administratie heeft dan wel de moeite gedaan om een aantal kaders te implementeren in het voorliggend agendapunt, maar het is en het blijft moeilijk als je het niet van bij de start hebt opgevolgd. Mijn tweede opmerking, maar dat is niet inhoudelijk, als je dit leest als leek, dan kun je niet van de indruk ontdoen dat op bepaald moment en op meerdere punten de provincie en de gemeente geen partners zijn, maar bijna ja, lijnrecht ten opzichte van elkaar staan op het vlak van stellingname voor bepaalde punten. Nu, ik benadruk nog eens, wij zijn daarmee akkoord hè, dat we zoveel mogelijk onze belangen, onze gemeentelijke belangen en de toekomst, dat we die proberen te vrijwaren. Ik ben alleen bang dat we niet op alle punten gaan kunnen gelijk halen. Misschien moeten we daarom wel extreem onze mening doordrijven. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over die verweefbaarheid, ja, dat is een argument dat al lang speelt binnen de provincie, waarbij men wil gaan naar kernversterking, naar terug een mengeling van wonen en werken en winkelen en noem maar op. Dus ik denk dat we dat bepaalde standpunten niet genoeg verdedigbaar zijn, maar we kunnen alleen maar proberen. Nu, ik had één administratief vraagje, want dat kon ik eigenlijk niet volgen. Ik zag altijd de rode tekst. Soms voluit de tekst, met de nodige opmerking, soms doorgestreept. Oké, dat maakt het niet gemakkelijk. Maar dan bij puntje 3.2, voorgestelde passages uit het GRS, er staat één doorlopende rode tekst. En daaronder staat dan in het zwart onze opmerking, denk ik. De doorstreepte passage is niet in overeenstemming met de bepalingen uit het ontwerpbeleidsplan, maar er is eigenlijk niks doorstreept. En ja, dat vond ik zo raar eigenlijk. Maar misschien zijn we daar iets vergeten of een stuk tekst niet ingeplakt, dat kan ook. Hè, maar het is maar een vraag. Ja, het is wel gek. Ja, Christophe heeft inderdaad exact dezelfde opmerkingen in het college gemaakt. Die tekst komt letterlijk uit de tekst van de provincie. Dus ze hebben eigenlijk stukjes uit ons GRS gecopy-paste en daar dan opmerkingen bij gemaakt. En soms ging de opmerking over enkel een zinnetje schrappen en dan is dat doorstreept. Ja. En soms ging dat over heel die paragraaf is voor ons niet aanvaardbaar of voor ons aanvaardbaar mits randvoorwaarden, zoals die bedrijvigheid waar het daarnet over ging. Ja, het is maar een vraag, want qua stellingname zijn we akkoord, maar het zijn details en het is een moeilijk
moeilijk documentje. Oké, Ronnie, bedankt. Luc, kunnen we tot stemming over dit advies overgaan? Oké, collega's, dan gaan we tot stemming over. Advies, gemeenteraad, in het kader van het openbaar onderzoek rond dit ontwerp van provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen. Ik noteer een onthouding van Groen-Herselt en de andere fracties zijn voor. Dank u, Tina. Volgende punt is een kennisname, collega's. Een loutere kennisname. Ik wil erop drukken van de rapportering 2022 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact. En Geert gaat het toelichten, geloof ik, Geert. Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het is een overeenkomst van 294 gemeentes. Er worden 4 werven ingezet: vergroening, energie en mobiliteit en regenwaar. De vergroening. We hebben 797 bomen, waarvan 616 via de actie van 1001 bomen. En we hebben 3462 meter haag. Die werd geplant. En er komen nog een heel deel bij. Onder andere Kapel Vaurwinkel, De Sjook, Susterhuis Bergom en verschillende lopende bouwprojecten. Dan de energie. De collectieve realisaties 6,4% gerealiseerd. Maar er komen een tal van nieuwbouwen die in uw plaats komen van de oude te renoveren woningen. En dan mobiliteit. Er komen dit jaar 2 deelwagens bij en er zijn er 10 publieke laadpalen die erbij komen, die erbij gekomen zijn in de laatste 2 jaar. En de meeste mensen hebben thuis een laadpaal. En dan heb je de fietspaden. De fietspaden die in de volgende jaren aangepakt worden, dat zijn de Wolfdunkse Steenweg, Ramsense Steenweg, Westmeerbeekse Steenweg, de Dipperstraat en dan de provinciebaan die een gescheiden fietspad krijgt. Dat is het zo beetje. Oké. Vragen, collega's, omtrent dit punt? Ik zie geen vragen rijzen. Dan besluiten we tot kennisname zonder meer. Dank u. Dan gaan we over tot het volgende punt. Overzicht van de actuele dossiers. Ik vermoed, Peter, dat u die overloopt. Voilà. Kort even overlopen. Lokaal dienstencentrum Vaarwinkel mikken we op. Loopt alles verder door. Gaan we straks in de maand mei, geloof ik, beginnen met de afwerking. En mikken we op 1 september om te openen. Jeugdlokale Blauwberg loopt op zijn laatste afwerkingsfase, opening voor de zomer. Werkgroep Duurzaamheid, er is eentje voorzien, 6 maart. Jeugdhuis De Sjook zullen de bouwwerken beginnen in mei. Fietspad Dieperstraat loopt het openbaar onderzoek morgen af. En is Raf wanneer? 17 maart. Voilà, 17 maart is een bespreking met Aquafin, worden bezwaren behandeld om dan een definitieve vaststelling van het dossier te kunnen krijgen in april. Tennishal, daar hebben we ondertussen wat nodige onderzoeken laten doen. Ik bedoel dan daarmee de padelterreinen en de tennisterreinen. Ik kan u daar nog geen recente update op geven. Er is gewoon een officiële juridische gebrekenstelling gestuurd, zoals vorige keer in de Raad aangehaald. Maar er zijn ook technische staalnames gebeurd, waaruit blijkt dat er toch wel wat opmerkingen waren voor wat betreft padel. Het tennisterrein is nog niet binnen dat onderzoek of dat rapport. Dus daar moeten we nog even op vooraf wachten. En het masterplan Ramsel, zoals vorige keer aangehaald,
hebben we nu de administratie de opdracht gegeven om op basis van het masterplan na te kijken welke quick wins dat er kunnen zijn en een fasering eigenlijk op te maken van wat gaan we wanneer doen in een tijdsplanning. Dat is kort de samenvatting of kort even de actuele dossiers doorgenomen, maar graag geef ik jullie of geven we antwoorden als er nog vragen zijn over deze dossiers. Oké, ik zie geen vragen opduiken, collega's. Dan gaan we over naar de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de rapportering daaromtrent conform het decreet lokaal bestuur. Ik had er eentje, blijft toch altijd heel actueel en boeiend. En dat betekent ook dat er heel veel fake news is in de sfeer van energie en Oekraïne, Rusland. Half januari verscheen in de pers een artikel met de titel België blijft internationale draaischijf voor Russisch vloeibaar aardgas. Dat was een heel tendentieus artikel. Ik beperk me tot het citeren ervan, zonder de bron te melden, want dat heeft weinig belang. Maar dat heeft wel heel wat stof doen opwaaien in de schoot van de, ja, van de gemeentelijke aandeelhouders van Publigas. U weet dat Publigas een gemeentelijke holding is in hoofdorde, die ruim 77% van Fluxys in handen heeft, hoofdaandeelhouder. En die mensen hebben willen reageren en die reactie is verstuurd naar de regionale bestuurscommissie Everlijk-Leuven, waar ik het genoegen heb in te zetelen. De krachtlijnen van die communicatie, ik ga me beperken, want het was een zeer ruime reactie. De mensen waren erg gebelgd omtrent de tendentieuze berichtgeving. Dus een paar krachtlijnen. De terminal van Fluxys in Zeebrugge is wettelijk gestoeld op het principe van de open access faciliteit. Dat betekent dat ieder bedrijf dat geïnteresseerd is in de levering van vloeibaar gas daar capaciteit kan reserveren op die terminal. En geen enkele klant mag en kan bij wet gediscrimineerd worden. Fluxys heeft tal van LNG-terminaling, noemt dat dan, terminaling-contracten lopen met klanten uit diverse hoeken van de wereld en ook met Rusland. En heel belangrijk om te vermelden is dat Fluxys als essentiële dienstverlening voor transport en stockage van energie, dus ook gas, onder de controle valt van de CREG, dus de regulator. En Fluxys moet ervoor zorgen dat haar infrastructuur 24 uur op 24, 7 dagen op 7, operationeel is voor de algemene bevoorradingszekerheid. En dan komt het hoofdpunt. Een beslissing om die infrastructuur van Fluxys af te sluiten voor het Russisch gas ligt bij de bevoegde autoriteiten, dus bij de bevoegde politieke instanties. En dat is misschien wel de belangrijkste zin die helemaal ontkracht wat de fake news-berichtgeving daaromtrent vermeldt. Vandaag leggen Europa en België geen sancties op. Kortom, Fluxys is als facilitator van een zeer essentiële dienst, energiebevoorrading, verplicht om de contractuele overeenkomsten met alle klanten na te leven, ook met Rusland. En bovendien zijn, want daar wordt ook op gealludeerd dat Fluxys megawinsten zou maken, daar is niks van aan. Die winsten worden geplafonneerd door de CREG. En die winsten wijzigen ook niet, zeer belangrijk bovendien, bij een verhoogde omzet. Er is dus helemaal in tegenstelling tot wat de bewuste krant meldt, helemaal geen sprake van extra winsten in de terminal in Zeebrugge en zeker niet van hogere winsten, laat staan hogere dividenden. In de marge, en dat, ik heb dat enkele maanden geleden nog aangehaald, is Fluxys toch wel een koploper op het vlak van de uitrol van waterstof, infrastructuur en projecten met industriële bedrijven om CO2 af te vangen en de daaraan gekoppelde transport- en uitvoerinfrastructuur. Dat is kort wat de reactie was van Publigas op heel tendentieuze berichtgeving omtrent Fluxys
tendentieuze berichtgeving in de media. Mededelingen vanuit het college. Er zijn, als ik me niet vergis, geen mededelingen. Daar kunnen we ook snel overgaan. Mondelinge vragen, die noteer ik graag van uw collega's, als er zijn. Marja? Ik zou zeggen, begint er maar aan, Marja. Marja, micro misschien. Doe maar, Marja. Ja. Ik heb 14 dagen geleden gezien dat de vereniging US Ironborn van Ramsel, dat die aan het verhuizen waren. Ik heb daar een paar kamionetten zien staan, al het gerief dat ingeladen werd. Mijn vraag is gewoon, waar zijn die naartoe? Weten jullie dat? Oké, Raf. Zeg het maar. Die zijn momenteel eigenlijk even verhuisd naar de Malenstraat. Daar hebben die nu een kantoor even ingericht eigenlijk. En dan tot een afwachting tot als het oud gemeentehuis van Ramsel eigenlijk terug een beetje in een trek allemaal op de date wordt gedaan. Oud gemeentehuis? Een pasterij, sorry. Oh. Sorry. Tot als die hersteld is? Ja. Ja, dat zal nog lang duren. Ja, sorry. Ja, oké, dank u wel. Ja. Oké, dat is weer al opgelost. Ja. Nog vragen, collega's? Mondelinge vragen? Ik zie... Ja, Karen. Doet u maar, Karen. Dank je wel. Wat is de status van de eerder goedgekeurde of voorgelegde voorstellen? En ik som er een paar op. Dat zijn de conflictvrije kruispunten in Herseldorp, de kortingen voor het busabonnement voor de schoolgaande jeugd, de kunst op de elektriciteitskasten en de verkeersproblematiek aan de jeugdlokalen van Blauwberg. Er was sprake van een parking, een BKO uit te breiden. Hiervoor is daar verder op gewerkt. Raf, verstaat je Karen? Karen, is het mogelijk van misschien wat harder te praten? Of? Sorry. Ja, dus de status van de volgende goedgekeurde of voorgelegde voorstellen. De conflictvrije kruispunten Herseldorp. De korting van het busabonnement voor de schoolgaande jeugd. De kunst op de elektriciteitskasten. En dan de verkeersproblematiek aan de jeugdlokalen van Blauwberg, omdat er sprake was van een uitbreiding van de parking van de BKO. Als je daar nu niet direct op kunt antwoorden, Peter, maak dat ook op een Peter later doet alvast tijd. Ja, een poging. Het is een goede vraag, Karel, want zo uit het hoofd kan ik u geen stand... want kijk even rond, kunnen we er zo geen stand van zaken geven. Maar het is goed dat je dat eens nog vraagt. Dus we gaan dat opzoeken en conform het reglement aan de raadsleden bezorgen. Oké, dank je wel. Oké, dan zijn er geen verdere mondelinge vragen, vermoed ik, collega's. Dan kunnen we de openbare zitting van de gemeenteraad afsluiten en de openbare zitting van de OCMW-raad aansnijden met de goedkeuring van de ontwerpnotulen. We zullen daar maar direct over stemmen, denk ik. Er zijn wellicht geen bemerkingen. Oké, stemming over de ontwerpnotulen van de OCMW-raad van 30 januari. Jongstleden. Luc, ik denk dat uw stem nog ontbreekt. Luc, uw stem, denk ik. Ja. Dank u. Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Volgend punt. Erkende instellingen schuldbemiddeling, basisregistratie 2022. Uitleg staat op de slide. Elke gaat nog even toelichten. Voilà, Elke. Ja, ik wou gewoon nog wat bevindingen even meegeven. Zeker interessant voor de mensen die mee aan het luisteren zijn of hier in de zaal zitten. De basisregistratie is wat dat het is, maar hetgeen wat dat erachter ligt is wel belangrijk, denk ik. Wij zien vaak bijkomende problemen van mensen die bij ons op het OCMW aankomen in het kader van schuldbemiddeling. Ook tweeverdieners is een groep die wij meer en meer zien op het OCMW.
Zelfstandigen vinden gemakkelijker de weg, wat dan natuurlijk positief is, dat een drempel voor zelfstandigen ook naar beneden gegaan is. Wij vragen zelf vanuit het OCMW ook meer bewindvoeringen aan. Dus bewindvoeringen, dat wil zeggen dat wij naar de rechtbank gaan met de vraag dat er een bewindvoerder kan zijn voor mensen die zelf hun gelden niet meer kunnen beheren. Het is zo dat het voor heel veel mensen steeds moeilijker wordt om de vaste kosten te betalen. De laatste vergadering van het LAC, dus lokale adviescommissie, rond elektriciteit en gas hadden wij zeer veel dossiers in vergelijking met de voorbije jaren. Dus dat valt ook wel op. En bijzonder schrijnend is ook wel de lange wachtlijsten waar we op botsen in de jeugdhulp. Dus we hebben verschillende dossiers waar er echt wel iets moet gebeuren. En wij botsen daar gewoon op muren, wat dat bijzonder frustrerend is. Dus dat wou ik gewoon even meegeven als achtergrond bij de cijfers. Dank u, Elke. Dan kunnen we hierover stemmen, de goedkeuring van die basisregistratie 2022 van de dienst schoonbemiddeling van ons OCMW. Tenzij dat er vragen zijn, natuurlijk, collega's. Een paar goedgekeurd, maar Geert was niet aanwezig bij de stemming. In afwezigheid van Geert Sterks, dus meteen genoteerd in het audioverslag van deze OCMB-raad. Volgend punt wordt ook verder toegelicht door Elke, de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de werkstelling op basis van artikel 60, paragraaf 7 OCMB-wet. Korte inhoud staat op de slide. Ja, ik ga daar heel kort over zijn. Wij krijgen daar een verhoogde staatstoelage voor als er een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten met die sociale economiebedrijven. Dus dat is de overeenkomst die hier voor ligt. En dat is eigenlijk gestoeld op een model dat Westerlo al had. Oké, dat is heel duidelijk. Kunnen we meteen over stemmen, collega's, die goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van ter beschikking stellen van werknemers met artikel 60, paragraaf 7, contract bij sociaal-economie-initiatieven. Karen, denk ik. Dank u wel. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. En dan agenda punt 4 gaat toegelicht worden door Christophe, de goedkeuring van het voorstel tot herziening van de tarieven. Christophe, u heeft het maar te zeggen waar u liefst bij vertoeft. Deze slide of de volgende? Ja. Oké. Dus. Oké. Het gaat hier over een voorstel voor een aanpassing van de tarieven vanaf juli voor de buitenschoolse kinderopvang. Het besluit in artikel 1 is eigenlijk niet juist zoals de aandachtige raadsleden al gezien hadden. Daar zit een foutje in, dus dat wil ik toch wel even verduidelijken. Het voorstel is om de tarieven aan te passen als volgt. Zijnde 90 cent per begonnen half uur voor en na schooltijd. En op schoolvrije dagen 4 euro bij een aanwezigheid van minder dan 3 uur. 7 euro bij aanwezigheid tussen 3 en 6 uur. En dan 12 euro bij aanwezigheid van meer dan 6 uur. In het besluit dat jullie gezien hebben, staat daar bij aanwezigheid van meer dan 3 uur 12 euro. Dat moet eigenlijk aangepast worden naar 6 uur. Dus dat wil ik even verduidelijken. Hier op de slide is dat al aangepast. We hebben als bestuur eigenlijk er altijd voor gekozen om te werken met minimumprijzen. De minimumprijzen die het agentschap Opgroeien hanteerde en als richtlijn meegaf. Maar omdat er nu ook geen minimumprijzen meer zijn, hebben wij die leidraad moeten loslaten. En blijkbaar waren wij ook nog het enige lokaal bestuur hier in de buurt die minimumprijzen van Opgroeien hanteerde. Dus door
die zaken dat zij geen minimumprijzen meer opleggen, maar maximumprijzen. En ondertussen ook ja, de inflatie, loonkosten, hebben wij gekeken om de tarieven aan te passen. Het voorstel dat nu voor ligt, ja, dat heb ik daarnet eigenlijk al even aangehaald, dat gaat over die 90 cent per begonnen half uur. En om die oefening te maken, dan mocht je de volgende slide pakken, Milo, hebben wij ook gekeken naar een vergelijking met onze omliggende gemeenten. Dat zijn de tarieven van de gemeenten eind vorig jaar, begin dit jaar, om te kijken van oké, waar gaan wij ons bevinden, waar bevinden wij ons op dat moment en waar zouden wij ons gaan bevinden wanneer dat we ze aanpassen. Dus bij Herselt zie je de oude tarieven. Wat voor ligt is natuurlijk een, ja, dat zijn een nieuwe tarieven. We hebben die oefening gemaakt en we zijn er dus uitgekomen aan die 90 cent, die 4 euro, die 7 euro en de 12 euro. We hebben ook verder gekeken. Ja, ouders hebben natuurlijk heel veel recht op 75% belastingsvermindering om dat in te brengen. Wanneer dat ze ja, een opvanginitiatief gebruik van maken tijdens schoolvakanties in het weekend. En ze kunnen ook bij een ziekenfonds ook nog eens terecht voor een gedeeltelijke terugbetaling. Dus dat ligt hiervoor samen met de boetetarieven. Het sociaal tarief dat we aanbieden. Kortingen voor gezinnen waar meerdere kinderen zijn uit hetzelfde gezin. Voordelig gebruik van de BKO voor gemeentepersoneel. Een voordelig gebruik van de tarieven. En als laatste artikel ook nog eens het jaarlijks herbekijken van deze tarieven in samenspraak met alle diensten om dan een voorstel in te dienen. Dus dat is eigenlijk de korte toelichting. Oké, bedankt Christophe. Collega's, zijn er vragen over dit punt? Ik zie... Oh, Wendy. Excuseer, Wendy. Christophe, ik had eigenlijk vooral een vraag omtrent artikel 5. Omdat daar ook in staat dat het voorstel is om de kinderbegeleiders en ander gemeentepersoneel dat niet kan genieten van geleidende uren te laten gebruikmaken van een sociaal tarief. En dat ik een paar vragen. Om enerzijds staat daar een opsomming. Zijn dat de personeelsleden die enkel dat, die geen geleidende werkuren hebben? Ja. En ten tweede, is dat ook want we vroegen ons af, is dat ook afgecheckt met mijn vakbond, omdat dat eigenlijk een soort bevoordeling is van die categorie van personeelsleden. Allee, wil ook vermijden dat er wrijving of ongelijkheid tussen de personeelsleden komt. Want misschien, allee, ik weet niet, er staat een er staat bij waarom, en dat spreken ze vooral om het aantrekkelijk te maken voor kinderbegeleiding, maar er staat niks bij over wat de motivatie is om het voor de andere personeelsleden aantrekkelijk te maken die dan niet kunnen genieten van die geleidende uren. Dat was eigenlijk een... Wat is de achterliggende motivatie daarvan? Omdat er staat ook nergens vermeld van... ze mogen steeds het sociaal tarief toepassen, maar bijvoorbeeld staat ook niet bij die geleidende niet... als ze geen geleidende werkuren hebben... Is dat dan ook tijdens die schooluren? Of dat is vrij sumier samengevat. Dus we vroegen ons af dat dan geen wrijving kon ontstaan bij onder personeelsleden die dan bijvoorbeeld geen sociaal tarief kunnen krijgen. Dat is een goede vraag in deze. De motivering is inderdaad als volgt. Dat wij gekeken hebben naar kijk, het personeel dat er geen gebruik kan maken van geleidende uren om die dat voor te... Ja, dit voorstel aan te bieden en dat zij hier kunnen gebruik van maken. Het is eigenlijk niet de bedoeling om andere personeelsleden te discrimineren. Zij hebben het voordeel van de geleidende werkuren dat anderen niet hebben natuurlijk. En daar zit natuurlijk ook al een onderscheid in, hè. In de rechtspositieregeling. Dus ik ken de details er niet van. Het is niet de bedoeling om onvrede te gaan... opwekken in deze, maar de ene voordeel, wat de ene categorie wel als voordeel heeft, heeft de andere niet en dat was hiervoor ook al zo. Ja, het is gewoon een bezorgdheid dat we daar ergens geen onvrede gaan veroorzaken, want het zou kunnen dat bijvoorbeeld ze geen geleidende werkuren hebben, maar misschien niet echt noten wel dat er misschien mensen zijn die wel geleidende werkuren hebben, maar toch, ja, misschien toch ook wel, als het dan bijvoorbeeld van qua categorie of qua loonklasse misschien ook onderaan zitten. Misschien,
Het is daarom dat we ons toch wel een gerust maakten om dat op die manier te stellen, maar ik weet het niet. We pakken uw zorgen mee. Mm. En dan was er ook nog iets, denk ik, voor, om te spreken ook van die boetetarieven, maar is dat de correcte benaming? Want dat was, denk ik, van onze... mogen spreken van een boete of kunnen we dan eerder van retributie spreken? Gewoon ook juridisch om het correct te maken, want dat was, dat was ook een bezorgdheid van ons. Maar boete, dat is zo meer wat dat bij ons, iemand die bij ons juridisch wat meer onder ligt, is dat daar een opmerking over? Ik heb het niet genoeg bestudeerd om daar onmiddellijk uit het vuistje iets zinnig over te zeggen, Wendy. Ik ook niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Retributie lijkt mij iets bij belastingen of zo te zijn. Dus, Retributie en belasting is wel een ander verhaal dan boete. Het gaat wel over een boete in dit geval. Maar het is hier ook, dus, denk ik, niet... met de juridische... Een boete is een bestraffing. Mm. En een retributie is het betalen van een dienst die geleverd wordt door de overheid. En een belasting is een betaling van de last, ongeacht... het leveren van een prestatie, maar een boete. En dit komt, die termen komen ook zo in het huishoudelijk reglement van alle kinderopvangen. Dus ik denk niet dat er daar al één ouder een vraag over gesteld heeft. Die boetesystemen, die stonden er zo ook al benoemd. Maar dat is een zinnige bemerking, hoor. Ik denk maar aan het adagium dat Wies ongetwijfeld ook kent. Nullum crimen sine lege en nulla poena sine lege. Dus eigenlijk is dat zelfs ongrondwettelijk van, als ik me niet vergis, Wies, corrigeer mij, van boetes op te leggen zonder dat die wettelijk verankerd zijn. Hè? Dus dat is een heel zinnige bemerking. Maar ik heb niet genoeg. En Wies misschien ook niet. De vraag van een andere geest in ons partij. Nee, dat is heel zinnig. Ja, dat is heel zinnig. We gaan het meenemen, hè? Ja, zijn er nog andere inhoudelijke vragen? Nee, dus. Dan kunnen we tot stemming overgaan, hè, collega's? Sorry, Marja. Oh, Karen, excuus. Voilà. Ja, voorzitter, het was eigenlijk gewoon om te melden dat ik na deze stemming de raad ga verlaten, zoals wij dat straks telefonisch besproken hebben. Tuurlijk. Dank je wel. Oké, Karen. Bedankt voor uw aanwezigheid, alleszins. Ik zal nog meestemmen voor deze puntje. Oké, dan gaan we er haast mee. Met haastig. Een paar goedgekeurd. Dank u. Bedankt, Tina. Bedankt, Karen, voor uw aanwezigheid nogmaals. En tot de volgende zitting. Volgende punt, collega's. Goedkeuring van de lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen omtrent het speelterrein Beekouwe Blauwberg. Het is gewoon een herhaling van het andere lastenboek dat op de gemeenteraad werd goedgekeurd en dat hier... refereert aan het speelterrein van de buitenschoolse kinderopvang Blauwberg. Dus het is hetzelfde dossier. Ik vermoed dat we daar zonder meer kunnen over stemmen. Oké. Een paar goedgekeurd. Oké, collega's, dan zijn we en beste mensen hier aanwezig en thuis. Zes? Ja, maar dat is een besloten zitting. Besloten zitting. Dus ik moet hier iedereen uitwuiven die nog... Luc, doe die maar. Gewoon heel kort, omdat de meesten, waaronder wij, ook niet wisten waaraan we de vroege Pasen al te danken hadden. Maar dat is blijkbaar een tractatie van Wendy voor haar verjaardag. Dus bij deze bedankt, Wendy. De eitjes zijn rondgegaan bij iedereen. Dus, en nu weten we allemaal van wie dat komt.
Bedankt, Wendy. Nog eens.